Goeiedag, hierdie is nog een video oor meetkunde, waar die eigenschappen van parallelogramme en ander meetkundige concepten gebruik word om problemen op te los. In ieder geval gee hulle vir ons hierdie skets en skryf hier een paar dingetjies oorom. Hulle sê A, B, C, D is een parallelogram. Hierdie hele vierhoek is een parallelogram. Dit veroorzaak onmiddellijk dat ons al die eigenschappen van een parallelogram mag gebruik. Verder sê hulle, BE is gelijk aan DF, so daai eenetjie is net so lang soos daai een, reeds vir ons aangedui op die skets. Dan vraag vir ons om drie goed te bewys. Eerstens, driehoek AEB is congruent aan driehoek CFD, ons gaan daarmee begin. Waar ons my vraag om congruentie te bewys, skryf ek altyd daai letters saam die driehoekies in daai volgorde neer. Ons skryf in driehoek AEB, net soos hulle het geskryf het, en driehoek CFD. Nou moet ons gaan kyk wat is gelijk daar. So die hoek A en die hoek C moet even groot wees, maar ek moet een rede kry, anders los ek dit. Die E en die F moet even groot wees, en kyk of ek een rede kan kry, of ek los dit. En die B en die D moet even groot wees, ek moet een rede kry, of ek gaan het los. Dan moet ek kyk of A, E en C, F even lang is, en een rede kry. Of E, B en F, D even lang is, en een rede kry. En of A, B en C, D even lang is, en een rede kry. Daar is dus 6 goed in elke driehoek wat gelijk gaan wees in 6 ander goed in die ander driehoek. Ek moet net kyk wat kan ek wiskundige redes voor kry. Ons weet dat hulle vir ons hier gesê het dat hierdie een parallelogram is. Daarom weet ons dat daai sy en daai sy is ewe lank en daai sy is ewe wydig wat ek nou gaan nodig het. So ek skryf hoek B1 is gelijk aan hoek D2. Want hulle is verwisselende hoeke. AB is ewe wydig aan DC. Daai twee wit sirkeltjies daar, en daai hoeke sal ewe groot wees. Dan kan ons skryf, lyn EB is gelijk aan lyn FD, dis vir ons gegee, daar is die dubbelstreepies getrek, en is daar vir ons gesê. Ver kan ons sê, AB is gelijk aan CD, dat is die teenoorstaande sye van die parallelogram. Ek het net vir jou daar aangedui, daai twee is ewe lang. Nou skryf ons die antwoord net neer, ons sê driehoek AEB is congruent aan driehoek CFD. Ons rede is, sy hoek sy. So twee sye en een ingeslote hoek gekry wat ewe groot was. En hierdie congruentie beteken nou, die twee driehoeke is 100% dieselfde grootte vorm alles. Die tweede vraag het op my gesê, bewys dat AE is ewe wydig aan CF. Daai lyn is ewe wydig aan daai lyn. Een moontlike antwoord is, ons kan skryf hoek E1 plus E2 is 180 grade, want BF is een reguit lijn, so die twee hoeke saam is 180 grade. Dan kan ons skryf hoek F1 plus F2 is 180 grade, want ED is een reguit lijn, so die twee hoeke daaronder is saam ook 180, want daar is een reguit lijn van daar toe daar, eindelijk regdeur ook. Dan weet ons dat hoek E1 is gelijk aan hoek F2, uit die congruentie uit, omdat daai twee driehoekies ewe groot is, sal daai twee hoekies ewe groot wees. Ek kan ons dadelik skryf, hoek E2 is gelijk aan hoek F1. Ons het gelijke segmines, ons het daar 180 gehad, toe vat ons daai enetjie weg, toe het ons 180 gehad, toe vat ons daai enetjie weg. Toe bly hierdie enetjie en hierdie enetjie oor ewe groot. Ons skryf nie hierdie gewoonlik in een meetkunde antwoord nie. Dan is ons klaar, dan skryf ons net AE is ewe wydig aan CF, want die verwisselende hoeke is gelijk. Stop net die video en kry jou kop hier om. Die volgende vraag hier so vra, bewys dat AE CF een parallelogram is. So daai skets daar, moet ons bewys is een parallelogram. Een manier om het te beantwoord, ons kan skryf AE is ewe wydig aan CF, bewys in 2 hierboe, so daar het ons het klaar bewys. En dan weet ons ook, dat AE is gelijk aan CF, uit congruentie uit, omdat daai twee driehoeke congruent is, sal daai twee sye dan ewe lang wees. Nou kan ons skryf, AECF is 'n parallelogram, een paar teenoorstaande sye van 'n vierhoek is gelijk en ewe wydig. Stop asseblief die video en kry jou brein net om hierdie een. Thuisblief aan of jy van die video gehou het al dan nie, en teken gerus in op die kanaal.
Indien jy een soortgelijke probleem vastloop en hom nie kan oplos nie, kan jy vir ons een duidelijke WhatsApp foto aanstuur na hierdie nommer toe, en een duidelijke WhatsApp foto van waar jy dit probeer het. Ons die probleem probeer oplos en so gauw as moontlik vir jou antwoord terugstuur. Geniet die meetkunde.